bezig was Drum & Bass Feest in Wageningen. We zijn er 3,5 jaar geleden mee begonnen. Als, gewoon eigenlijk als hobby een beetje. Gewoon, ik had altijd wel leuk vond Drum & Bass Feestjes. Ben ik hier gevraagd of ik hier kon meehelpen met het opzetten van een nieuw feest. Nou, dus baseball uiteindelijk uitgerold. Ja, dat was meteen eigenlijk een groot succes hier in Wageningen. Dus is een club Unitas. Er was 660 man in. En de eerste keer waren we meteen uitverkocht. Stamp is vol, grote rij. Ja, perfect eigenlijk. En vanaf toen is het eigenlijk gewoon steeds blijven doorgaan. 3 keer per jaar doen we dit feestje in Wageningen. En ja, we hebben zo'n beetje een vast publiek en een goede sfeer. En ja, het is zo'n beetje. Now let the story begin. Nog maar net bij de baseball crew begonnen. Hoe is dat eigenlijk gekomen? Nou, ik kwam Floris regelmatig tegen bij Drum & Bass feesten. En ja, we werden steeds wat closer en closer. En toen gingen we een keer bij hem draaien. En hij vond dat ik redelijk kon draaien of goed kon draaien. Ik weet niet wat hij er eigenlijk van vond. Maar toen vroeg hij of ik bij de baseball crew kon komen. En dat was gelijk samen met Dean, DJ Pitch. En ja, sindsdien hebben we echt een hele goede klik met z'n drieën. En ja, Aflex natuurlijk die er al bij was. En ja, dat was gelijk een hele goede combinatie met z'n vieren. Ja. Heel erg tevreden. Het is nog wel vaker een baseballfeestje. Dit is alleen nog maar het begin. Ik zit hier met DJ Aflex. En Aflex zat al bij de vorige baseball crew. En wat is nou het verschil tussen deze crew en de vorige? Ik denk dat het grootste verschil is naast de draaistijlen, is vooral de manier waarop ze dedicated zijn. Die vorige crew, de aantal gasten hadden gewoon zoiets van ja, het zal wel, het organiseert zich wel. En hier merk je toch de Mike en Dean, die zijn er gewoon op tijd, die zitten de hele tijd te kijken wat kan er gebeuren. En die genieten ook mee. Die zijn ook gewoon de hele tijd aanwezig. En bij die vorige crew merkte je dat toch wel verschil in. Ja. Dus ja, het is gewoon, het heeft iets legendarisch of zo op een of andere manier. We zijn iets minder dan 3 jaar bezig en er zijn al zoveel verhalen te vertellen over baseball. Maf iets, dat we hadden we Shock One en Vet staan.
uit Australië en die bleven dan ook bij Floris slapen. Die gingen dus midden in de nacht een luchtbed oppompen en het ging maar niet goed. En Floris had boven een didgeridoo liggen. Dus die haalt hij ook naar beneden. Dus er zijn ook nog foto's van dat die twee gasten een luchtbed zitten op te pompen terwijl ze didgeridoo proberen te spelen. Gewoon beneden in de woonkamer bij Floris thuis. Nou, ja, dat zijn een beetje de dingen die op de afterparties en zo bij baseball gebeuren. Baseball. Eindelijk heeft Nederland weer een goede drum and bass crew erbij. Want ja, wij vinden eigenlijk dat Nederland gewoon nog wel een crew erbij moet hebben. Baseball bestond al vroeger, is uit elkaar gevallen en nu zijn we weer gewoon een nieuwe groep geworden. Met z'n vieren, ik, Wallop, en Morn Mike en Aflex. En met z'n vieren willen we gewoon echt de party vibe gewoon in Nederland brengen. Hoe lang ben je al bezig met draaien? Het was al zeker wel 5 jaar, denk ik. En gewoon rustig begonnen in mijn huiskamer, net als de meeste DJ's. En langzaam, gewoon in de club waar ik werk, heb ik een paar boekingen gekregen. Je gaat oefenen, je koopt Technics natuurlijk, want dat is het ding wat je moet hebben. En uiteindelijk wil je gewoon ook draaien in clubs. En het makkelijkste is eigenlijk als je zelf produceert. Alleen daar ben ik nog niet mee bezig. Dus met deze crew maken we gewoon vette feesten. Boeken we gewoon coole DJ's, zodat iedereen daarvoor komt. En daarnaast kunnen wij dan ook draaien. En dat is voor mij cool.